Jolien, vandaag op uw eigen eetfestijn. Redelijk veel volk hier. Ja, er is zeker een hele grote opkomst. En dat is wel heel fijn om zoveel supporters en familie en sympathisanten te hebben die speciaal voor jou en ook wel voor mijn broer komen. Om toch wel een hart onder de riem te steken. Het seizoen was iets minder goed, maar als je dan toch ziet dat de mensen jou blijven steunen, dat doet al wel heel veel deugd. En dat geeft mij ook wel heel veel zin om er nu met de nieuwe ploeg er volgend jaar weer tegenaan te gaan. Je staat vandaag in de nieuwe kledij, met een nieuw logo daar. Hoe voelt dat? Ja, ik ben heel trots om deze kledij te mogen dragen en ik krijg heel veel positieve feedback over. Het is een opvallend kleurtje, dus nu gaan we zeker opvallen. Eén ontmoeting is al achter de rug, met de fotoshoot. Ja, deze week heb ik een fotoshoot gehad en dat was zeker ook een heel leuke ervaring, samen met de teamgenoten. Het was leuk om de nieuwe kledij te mogen showen en ik kreeg ook al heel veel mooie reacties op de foto's die ik gepost heb. Hoe zien de komende weken eruit? De komende weken ga ik nu nog vooral verder werken aan mijn revalidatie van mijn rug en mijn bekken. En dan zou ik heel graag binnen een aantal weken toch een aantal wegwedstrijden willen afwerken ter voorbereiding van het crossseizoen. Veel succes! Dank je!